Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van Outlast 2. Het is vandaag donderdag 11 maart 2021, 8 voor 12 smiddags, of eigenlijk ochtends technisch gezien. En we gaan verder met de Virginal Fears of Your Whelping Years. Oké, leuk dat je virgin bent, but I didn't ask, so shut the fuck up, Noth. Noth is, of die naam jongen, voor iemand die niet Engels is, is het zo fucking... kut om het uit te spreken. Oké. Oh goed. Gast, what the fuck? We zijn verder in de game, mensen. Vorige aflevering was natuurlijk redelijk kort. Ik werd gebeld en ja, vond ik niet erg of zo. Maar toen had ik niet heel veel gespeeld en niet veel kunnen spelen. We hadden les, we hadden stress. Ik had les. En nu heb ik al online les gehad. En nu ga ik verder met de game, mensen. Want ja, we moeten wel verder. Hallo? Hallo, waarom kan ik die deur ook niet open doen, man? What the fuck? Maar in ieder geval, die Noth dus. Wat een kutnaam is om uit te spreken. Dat is de villain in deze game. En dat is de gestoorde dikzak. En, ja, dat is gewoon. We zijn in een soort van kerk of zo. Ik heb geen idee waar de fuck we heen gaan. We moeten onze vrouw Ling, ons bitch, terugvinden. Oh my god. What the fuck? Ik ben geen vuil. Oh god. Oh my god. Deze guy gaat me pakken. Of niet? Huh? Wat? Oh, ik moet eerst die key pakken. Dan pas gaat hij me pakken, volgens mij. Wauw. Zo gay. Maar in ieder geval, hier zitten dus gezellig mensen in koortjes. Wat gezellig. Ik wist niet dat ze dit ook hadden in de dierentuin. Geen idee waarom deze guys hier zitten. Alleen, ze zitten er wel. Eén battery. Die wil ik graag meenemen. Ik wil graag... Oh ja, daar staat iemand. Hier is de key. Ja, bedankt voor de key. Oh, goed. Deze guy gaan we nu pakken, ja. Waarom help ik hem niet? Ze willen dat ze dus kinderen vermoorden. Dat is helder. Oké. Wauw. Ik snap ook niet waarom we hem niet helpen. Ik vind het best wel sneu voor die guys. Best waarschijnlijk fucked up, maar hey. Een van mensen, de nieuwtjes en Microsoft Island. Doe mijn game, Joepje. Ben ik nog steeds bij dag 455. Anime The New World. Ben ik nog steeds bij episode 10. Verder heb ik geen nieuwe film of serie gekeken. Nog steeds A Nightmare on Elm Street. Ben ik nog steeds bij film 4 uit mijn hoofd. En verder hebben we weer een hide message. Ja, deze kan ik ook wel verlezen. Ook al boeit het me geen ene fuck. Want al die letters lees ik toch niet mee. Het is vandaag donderdag. Ik heb online les gehad. Ik heb, moet vandaag redelijk erg aan school eigenlijk. Ik heb geen werk gelukkig. En we moeten Lynn vinden, onze vrouw. Kijk, hoe de fuck hebben ze haar nog niet gekillt? Dat weet ik ook niet. Fucka. Watta. Hallo? Lynn? Oh my god. Oh, Tita. Lynn. Vrouwtje. Wij zijn het. Oh, ik ben God, het. Blake. Are you okay? No. What oh, God. Wat hebben ze gedaan? We have to run. Hey. The outsider? Let's go. Oh, ze komen geen eens achter ons aan, Lynn. Het is al redelijk rustig hier, oh. Let's go. Oké, okay, nice. Lynn. Fuck her, bro. Where are we going? Ja, geen idee. We hebben eigenlijk... Anywhere but here. Oké, okay, wil je neuken? Wat? Ah, fuck. Maar die van mensen, oh wat cute, we hebben al de handen vast. Ook al zit een levensbedreigende situatie. Ik heb geen idee wat die mensen met haar hebben gedaan, mensen. Maar ze zeggen dat dit een soort Antichrist is of zo. Het is heel raak. Oh, je buik. Oh. Oh, god. Damn. Ik weet niet wat ze allemaal in je hebben gestopt. Alleen zware chemicaliën waarschijnlijk. We lopen hier even een beetje chill. En verder is mensen. Ik heb gisteren wel een miniserie gestart van Atta Melvin. Dying Light. En ik ben nu bij episode 7 ja, van die serie. Ik heb hem ooit afgekeken toen die geüpload werd live. Alleen
Dying Light heb ik nooit zelf uitgespeeld. Ik heb hem wel op mijn PlayStation, dus ik ga hem misschien ooit spelen. Maar ik vond de game niet heel leuk, alleen... Ik kijk hem nu dus van Altered Mouthing. Ik heb hem al eerder gekeken en ja... What the fuck hebben ze met je gedaan? Lindy zegt geen in de flikker. Oh god. Deze guys zijn gewoon een beetje religious motherfuckers. Oh god. Hey. Oh. Ben jij dat, Lin? What the fuck? A child in her belly? He's insane. I performed the examination myself. Who the fuck, ouwe? Please, Blake, I just want to get out of here. Oh. Waarom hebben ze haar dan niet gekild als ze zeggen the devil is in her belly? Like, what the fuck? Let's just get away from oh, God. Oh, God. Maar ik dacht dat in de Bijbel stond dat je niet andere mensen mag killen. Dus dit is een beetje dom, Nath. Ik wil niet haten, alleen ja. Je bent best wel fucked up. Hallo. Stay back! Oh, God, we hebben mensen. Obergenti. Oh, God. Oh, God, waarom protect we haar niet of zo? We laten haar gewoon alleen gaan. Oh, God. Holy tieten, what the fuck doen jullie? Jongens, wat doen jullie toch? Kom op, vecht, Blake. Doe iets. Oh god, wat de fuck doen ze met haar? Oh god. Doe iets, Blake. Oh my god, wie de fuck zijn jullie? Heretics of heretics? Wat de fuck gebeurt daar? Oh god. Hallo? Ah, die guy gaat dood. Ja, dat verdien je wel, vies en klootzak dat je bent. Oké, what the fuck voor beest zit aan mijn voet, ouwe? Wat voor beesten zijn dit? Oh god. Oh god, what the fuck doe je? Kill je haar of zo? Of doe je alleen bewusteloos? Ze is alleen bewusteloos. Take her home. Ik ben de vader, bro. Dat ben ik. Hallo. Dit was mijn transgender. Geen haat, alleen ik wil het wel opnoemen. Oh god. Not like I do. Oké, Chicky, je bent helemaal lijf eigenlijk. Je likt mijn fucking oog op. Gaat mama. Like Blake, kun je echt niks doen? Yes, my love. Oh. We have nothing. Oké, en wat gaan jullie met mij doen dan? I think I'll see you again. Like, waarom laten ze me leven? Ik weet niet, what the fuck willen ze met mij? Ah, zeg Blake niet. Van who the fuck are you? What the fuck? Oh, tering. We worden voor ons bek geslagen. Nou, daar gaat onze vrouw weer. Ze wordt de hele tijd meegenomen, holy pieten. Kunnen we die wapens niet oppakken? Oh, like, dat snap ik nooit. Lynn. Oh, god. Oh god, kunnen we die wapens niet oppakken? What the fuck, ouwe. Blake, als je even kan stoppen met zo'n hele spassies doen. Oh god, waar zijn we, waar zijn we, waar zijn we? Holy tieten, ik kan geen ene flikker zien. Ze called Lynn mother. Ja, inderdaad. It's not just the cult. Not the cult. What the fuck? Two sides. Oh. Christians and something else. Christians. Now. Yeah. Oh, wacht ik. Ik zag nog een flashlight. Oh, die is daar al. Oké, ik zet hem op een rennen, boys. Maar ik weet niet waar moet ik heen. Holy tieten. Wow, we zijn geen eens gespot door die mensen. Wow, die mensen zijn mokerblind. Jongen, deze school... Ik heb geen corona. Deze school is het engste aan deze game. Like, oh my god. I'm sorry I have to do this. Oh. You should have loved me. You should have helped me. Okay. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so Jessica, sorry. What the Jessica. Fuck? Ik snap deze scènes ook niet. Like, Blake heeft iets in zijn kop of zo. Hij is helemaal lijp door dat licht.
We gaan terugkijken en dan zien we dit. There's no picture. Oh. Noise, but I saw it. I know I saw it. Oké. Okay. Nou, dit boeit me geen ene. Jessica's suicide note. What the fuck? Jessica. Oh, god. En Lin. Welke is Lin dan? When we were... Ze zien er allebei hetzelfde uit. Ben ik dat dan? Oh, fuck. I'm back in the fourth grade. Ik snap het niet. Couldn't get any worse. Dus, dit ben ik. En dit is Jessica en dit is Lin of zo. Maar ze zien allebei hetzelfde uit. Nou, het zal wel. Ik heb geen idee welke klas we zijn. Maar deze schoolscènes zijn echt fucking creepy. Echt, oh my tietenzooi. Dat wil ik echt even mededelen. Like, nu valt het wel mee omdat het licht is. Maar later, jongen. Oh my god. What the fuck doe jij hier, hè? Hey, meneer, kom terug jij, meneer. Holy tieten. Ik durf niet achter me te kijken. Ik doe het. What the fuck? Kan ik hier iets openen of zo? Jongens. Hallo. Oh my god. Het is sneeuw. Het is een sneeuwparadijs. Wauw. Ik kan het niet geloven. Nou, ik denk dat ik hierheen moet. Dat is redelijk obvious. Dus hey, fuck it. Holy tieten, rustig bleek. Oké, we zijn in de sneeuw. Ik heb geen idee. Deze bleek heeft drugs op of zo. Echt niet normaal. Ik kan het redelijk goed zien, gelukkig. Alleen waarschijnlijk jullie niet op YouTube. Dit is een hack. Oh. Oh, thanks. Oh my tieten, what the fuck gebeurt hier? Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Helder. Dit is heel duidelijk, ja. Maar ja, verder is vanmiddag ga ik misschien nog gaan school met een projectgroepje of zo. Of eigenlijk met één iemand, omdat de rest niet kan. Maar hey, hier krijgen we de eerste... De aardige bro. Ethan heet je volgens mij. Nee, ik ben er. Ik ben er nog. Ik leef nog. Fucka bro. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Deze guy is gewoon friendly. Who are you? Like, oh my god. Ethan. I mean, are you one of them? Oh god. And which side are you on? Which side? Why ain't I trying to kill you? Ja, dat vraag ik me ook af. I've been unborn. Unborn. Seen too much to keep the faith. The but faith. You're not one of those other ones. The heretics. Nice. Squat when my wife got skull. Had to get cast out. Oh god. Didn't complain with not. Oh. Dressed himself in my Anna Lee. Oh she god. Not but 15. Dit is fucked up. Die Noth is gewoon een dikke pedofiel, man. Oh, what the fuck? Was my the Antichrist and I had to slit her belly and kill the child. Dit is echt fucked up. Toen had je er genoeg van, of niet? Dat snap ik. Maar echt, dikke what the fuck, mensen. Die Noth is gewoon een pedofiel. Dit is echt gewoon fucked up. I gave her a chance to run. Oh. Spun them idiots some stories. Ethan, dit is onze nieuwe bro. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Ja, de rest van de mensen hebben niet echt heel veel te zeggen. Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Oh god. Oh, What do you know? Dat is de persoon waarom we hierheen zijn gegaan. De persoon die dood is gegaan. Oh, is she alright? Please, Mister, just tell me she's okay. Ja. She's fine. Oh god. Eigenlijk is ze dood, God. Maar hey, Oh, thank God. And God bless you. We zijn... Come on. Get you inside. Let's go. Ethan, bro. We hebben een nieuwe bro gevonden. Thanks, Ethan. Je bent dus... Oh, Tieten, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik denk het wel. Ik heb dikke hoofdpijn. We gaan gewoon mee, Ethan. Ethan, ik vertrouw je wel. Ik bedoel, als hij me zou willen vermoorden, kon hij het al lang doen. Like, toen we vielen, kon hij me zo makkelijk vermoorden. Maar hey. Oké, sure. Oké, die laatste zin, dat is een beetje creepy. Dat hoef ik niet. Maar net heb ik een beetje Minecraft gespeeld. Ik ben weer compleet gerekt. En ja, verder is gaat het wel redelijk, ja. Ik moet veel voorbereiden. Ik heb aankomende maandag op het lab een praktijktoets. Dan moet ik 1 experiment van de 3 zelf uitvoeren. Geen hulp, geen groepje, geen hoop voor het leven. Het is kut. Please, Blake. En ja, dat gaat gewoon kut worden. Dus ja, dat moet ik nog voorbereiden in mijn lab. Snel gaat fucking kut worden. En verder is zit ik gewoon te chillen. Ja, ik heb niet echt nieuwtjes. Behalve dus Dying Light heb ik gestart. Miniserie van Alt & Melvin. En
verder gaat het wel lekker. What the fuck, wie was dat? Oh god, wat gebeurt er? Oh god. Dat is een lijpe bitch. Ethan. Oh god. Deze chick is helemaal lijp. Oh my Peter, what the fuck gebeurt er met mijn bro? Nee, laat hem met rust. Hey chickie. What the fuck is er mis met jou? Laat hem met rust, laat hem met rust. You sin when you deny nee. To profit your daughter. You sin since to deny. Nee. Nee, please. No. The outsider is. His seed begat the enemy. What the fuck is er mis met jou? Nee, Ethan. Profit both ones. Just let me talk to now. My bro. I can explain. Please. Don't hear death. Oh, God. Ethan. Be still. Deze chickie is een beetje lijp. Don't stick your dick in crazy. Ethan, take why? Your penance. God loves you. God loves you. Oh, God. Oh, God. Ethan! En dan gaat ze loesoe. Deze chickie is lijp. Ethan! Waarom gaat hij zo snel dood? Mijn bro. Mijn enige bro in deze game gaat dood door die lijpe bitch. Oh god. What the fuck? Ethan, waarom? You didn't give me up to her, nee. Not even though she... Ethan, bedankt. Thank you. Bedankt, Ethan. Je bent een strijder. Je bent een strijder, Ethan. Dan moet ik even zeggen. Fuck. Ja. That woman, or whatever she is, beat him to death. Van giant of zo. Een giant van Clash Clans. Something about a chapel. Ja, we moeten naar chapel. Maar in ieder geval, dat was weer Ethan. En we kunnen verder met de game. Maar jammer genoeg is Ethan, onze bro, dood. Dit hek is nu open. Ik weet niet waar die crazy bitch heen is gegaan. Kijk, ik zou nog gewoon oppassen. Als ik bleek was. Want straks ineens is ze er. En dan ineens killt ze je. The fuck, wie zijn dat? Oh, dat is gewoon een lamp. Moeten we hieronder? Nee, toch? We moeten toch wat water in, dacht ik? Ja. Oh my god, mensen. Dit is redelijk... fuck dat. Oh, het water. Dat lijkt me zo koud. Zo nasty. Oké, we zijn bij een nieuw chapter, mensen. Swimming is exhausting. Find safe ground to recover. Oké, laat me recoveren dan. Oh god. Oké, je zegt toch niks dat ik hier langs zwem of wel? Laat me even erop. Kan ik deze chickie voor de back slaan? Want dat wil ik best wel. En je gaat weer naar binnen. Mag ik kloppen? Oh my god. Hier, ik weet niet wat hier is gebeurd. Alleen dit ziet er redelijk pijnlijk uit. Spoiler, dit zijn volgens mij kindjes. Dus deze game is redelijk... Deze game is niet bang. Gewoon pedofiele kinderen vermoorden. Baby's vermoorden. Deze game is niet bang. Het zijn er twee hoor. Flate hem, dat zou goed skinnen. Oh nee, dat wil je toch niet. Oh, hier ligt er ook eentje. Dat wil je toch niet. Als het goed is die Martha hier. Spoilers, heet Martha. What the fuck? Oh my god. Oké. Die guy... Oké, doei chickie. Oké, ik snap ook niet waarom ze dit hek niet sloopt. Like, ze kan het zo makkelijk slopen als ze me gezien had. Marta, ja, nu horen we het. Ja. Dit is een soort van de Chris Walker, de dikzak van Outlast 1 in Outlast 2. Ze insta-killtje, ze is groot, ze is fucking sterk en ze is een bitch. En ze killt gewoon andere mensen.
Oh, oh my god. Oh my god. Doei. Doei, doei, doei. Hier ligt er een. Oh god. Ik sprint gewoon als jullie het niet erg vinden. Oh my god. Yes, losers. The losers take the L. Oh my god. The fuck? Nee, ik heb geen kind. Nee. Oh, waarom hebben ze hier een horse gekillt? Like, waarom? Mag ik dat vragen? Hier is bloed. Of dat is gewoon paint. Dat kan ook. Wat moet ik doen? Oh, deze barn. Dit is echt fucking kut. Maar in ieder geval, mensen. Bedankt voor het kijken van deze video. Als het een leuke video vond, laat dan een blad. Heb je mogen achter. Abonneren kan altijd beneden. Kom op de kanaal altijd beneden. En we zijn weer in Outlast 2, mensen. Fuck dat. Onze bro Ethan is dood gegaan. Het is jammer. We zitten in de game. Oh, Tita. Oh, Tita. En ik ben gezien. Oh, oh Tita. Wat, jongens, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Gelukkig is dit geen insane speedrun, anders was ik nu dood. Yay! Nee, deze part in de barn is echt fucking lastig. Ik weet niet, waar moest ik ook weer hiden? Ik moest volgens mij hier hiden totdat ze weggingen of zo. Volgens mij gaan ze uiteindelijk weg, maar dat weet ik niet zeker. Toch, boys, jullie gaan toch uiteindelijk weer oprotten of niet? Dat hoop ik eigenlijk wel. Oh, daar zie ik iets. Oh nee, laat maar. Oké, jongens, gaan jullie nog optief of niet? Ik wil even weg en ik wil even save en dan kan ik deze aflevering afsluiten. Ik wil graag deze aflevering afsluiten, meneer. Meneer? Trouwens, de twee video's van gisteren moesten eigenlijk gisteren geüpload worden, maar ik was een beetje debiel en ja. Oh god. Oh god, ik... Oh! Doei, doei, doei. Oprotte jij. Bedankt. Ja, jongens, jullie kunnen me wel spotten, alleen jullie zien me toch niet. Jullie kunnen me toch niet pakken. Fuck jullie. Doei, we halen dit even binnen. Oh my god. Like, waarom hangt dit hier? Wie is dit überhaupt? Oké, nou, dit even... Sprinten bleek. Holy. What the fuck? Wie doet dat? Ah, dit is zo nasty. Ah, ik zou goed je handen wassen. Dit is echt corona. Waarom is Abs hier een horse gekillt? Like, wiens idee was dat? Wat heeft het paard misdaan? Nou, daar hangt weer iemand. Hier is een soort van standbeeld van. Martha, volgens mij. Of Maria, de moeder van Jezus. Ik sprint even door, boys. Oh, daar is licht. Daar is licht. Licht aan het einde van de tunnel. Nou, zo'n fel licht ook weer niet. Oké, dan. Al die... Fuck was that? Like, what the fuck? Alle vogels flikkeren ineens gewoon dood. Like... Ik vind Outlast 2 verhaal nog steeds een klein beetje echt fucking vaag, like, wat? Teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Nou, die vogels zijn dood. Dat is jammer. Ik ga nog heel even verder, mensen. There's gotta be another way. Dat is er ook, en dan moet je even gewoon hier langs gaan. Oh, Blake kan wel sprinten, hoor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Hij kan wel echt hard sprinten, die Blake. Nice! We gaan... Wacht, kan ik die... Ik denk dat ik dat niet kan doen in deze game, nee. Niet dat je achter je kan rennen en dat je dan een ledge over kan springen. Ik denk dat dat niet werkt in deze game, but I'm not sure. Oké, let's go. Als het goed is komen we hierna aan de grotten, mensen. Oh my god, die grotten zijn echt fucked up gewoon. Want dat is echt... Oeh. Dat is zo donker gewoon. Je kan echt bijna geen in een flikker zien. Waar is die grot dan? Hallo, waar moet ik heen? Of moet ik hierheen? Hallo? Blake. Waar is die grot? Oh, hier. Wow, ik ben echt een blinde motherfucker. Kijk, want deze grot is echt zo tieten donker, mensen.
Ja, je kan echt geen ene flikker zien. Echt waar. Als je dit met één batterij moet doen, dan wil je het echt niet. Dan moet je de hele tijd zo doen, ja? Maar ik doe het niet met één batterij, dus ik laat mijn night vision gewoon gezellig aan. Ho, Tieten. Oh, nice. En we zijn er al. Oh, nice. Church. Like, what the fuck is dit? Some kind of... Heeft hij nou een echte baby vast, of is dat een pop? Oh, dat is een pop. Kijk, in deze... ik zou verwachten dat ze een echte baby zouden hebben. Maar in ieder geval, mensen, dit was een, nog een video van Outlast 2. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik heb een paar minuten gezegd. Nieuw middenserie begonnen. Dying Light van Alt en Melvin. Minecraft gespeeld. Ben gerekt. Vandaag geen werk, maar wel fucking kutschool en praktijktoetsen dus. En ja, zometeen ga ik even chappen. En ja, dat was het, mensen. En ja, ik ben een beetje geschrokken. Een baby is vermoord. Onze vrouw is meegenomen. Onze vrouw is zwanger, blijkbaar. En Ethan, onze bro, is neer. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Later.